cultuur. Ik in ieder geval wel. Met die woorden van cultuurwethouder Yvonne van Delft ging Unmute Us zaterdagmiddag van start. Mensen gingen massaal de straten van Leiden op om te demonstreren voor de heropening van de cultuursector. Met veel kabaal trok de stoet rond het centrum van de sleutelstad en volgens de organisatie waren er zo'n 2500 tot 3000 mensen aanwezig. Het festivalseizoen, de festivals buiten, dat zou toch ook echt gewoon moeten kunnen. En Leiden en Nederland snakt hier gewoon naar, natuurlijk uiteraard op een veilige manier. Maar juist de evenementensector heeft laten zien dat ze dat soort dingen echt op een veilige manier kunnen organiseren. Dus unmute iedereen. En u deed ook een oproep om, als het dan straks unmute is, om ook een herstelplan echt te maken, hè? Ja, zeker. Want nu de tweede helft van 2021 is er ongeveer 1 miljard minder aan kaartverkoop. We zien dat een heleboel ZZP'ers dat die veel minder inkomsten hebben. Ongeveer de helft van hun inkomsten, ja, daar kunnen ze gewoon niet van leven. En dat betekent dat gewoon hele waardevolle kennis dat die verloren gaat. Ja, dat moet natuurlijk niet. Hè? Het is zonde als iedereen zich laat omscholen. Want hier heeft Nederland gewoon behoefte aan. Cultuur is niet zeg maar een plusje. Cultuur is gewoon eigenlijk een van de basisbenodigdheden in ons leven. Rond 5 uur 's middags eindigde de stoet weer op de Lammermarkt. En de demonstratie is vreedzaam verlopen.